Enzo, 17e minuut. Enzo, een loop en... knal! Net in het veld. Prachtige goal bij zijn debuut. En daar is hij niet een beetje blij mee. Wordt er gelijk uitgehaald. Nou ja, alsof. Maar nog voor rust. Dit worden monsterscoren. Wat een goal van Enzo Knol, zeg. Geweldig. Tja. Zo doet hij dat. Bewust over de keepster heen. Gelijk scoren. Vlak nadat hij invalt. Fantastisch. Ja, je zou ervan gaan huppelen. Oké. Frankie in de spits. Frankie Slotta gaat neer. Strafschop. Nee, voordeel. Enzo, Knol! Zijn tweede! Wat een echte spits blijkt hij te zijn, zeg. Kijk maar hoe handig hij dat doet. Hop, ploep, in de hoek, snel, prima. 0-7. Ho, de drie coaches kunnen daar heel tevreden mee zijn en blij met Enzo. Rutger. Enzo, dat doet hij weer knap, zeg. Een hat-trick. Drie goals. Bij zijn debuut, waanzinnig. En drie goede goals ook, hoor. Hij mag de bal mee naar huis nemen. Zijn eigen knolpowerbal. Na dit doelpunt. Wat een handige gast is dat, zeg. Shahid, goed op Enzo. Nog een keer en knol! Hij doet het. Brengt de spanning terug. Assist, Shahid. Met de haarband over de keeper gekopt. En daarna is het lekker inschieten zo, hoor. 2-1. Creators komen altijd terug. Nog een keer, omdat hij zo belangrijk is. Omdat het Enzo is. En omdat dit wel eens de ommekeer kan zijn. 4 goals voor hem in 2 duels. Ho, Rutger. Steekt hem op Enzo. Wordt dit de 2-2, de keeper. Rutger, 2-2. Maar gefloten. Iets te snel voor een penalty. Een strafschop. Dit gaat niet door. Maar wie gaat die strafschop dan nemen? Enzo, natuurlijk. En de 2-2. Via de keeper. Maar wat maakt het uit? Zijn tweede. Hij gaat uit zijn dak. Hier de herhaling. De su. En een doelpunt nog een keertje. De creators hebben het nu helemaal te pakken. Zijn dan ziende. Jessie, overtreding. En liggend heel snel genomen. Mag dat? De meeste spelers denken van niet. Er is twijfel. Ook bij Serang. En die zegt, heb je nou gefloten of niet? Ja, maar die vrije trap is heel snel genomen. Dus mag het door en doet Enzo dit. Oh, wat een mooie goal. Ik denk, doe voor gein en voor hockey. Het publiek gaat los. Voor die hat-trick, achter het standbeen langs, zo de 6-2. Geweldig, wat een wedstrijd en wat een ontknoping. En natuurlijk krijgt Enzo dan een publiekswissel en is die helemaal naar de kloten. En hij heeft nog niet gescoord, deed dat wel in zijn vorige wedstrijden, hat-trick zelfs. En hoppa, daar komt Frank weer. Weergaloos, wat heeft die gast gegeten? En ook tip nog, een tippaas op Serran. Die neemt even zijn tijd. Daar staat Enzo, daar komt hij. Nee, Roy dan. Roy de coach. Kijk, op Alessio schuift hij hem. Dan naar Enzo. En ja, dit is echt een zieke goal. Want hij doet het weer. Enzo Knol scoort altijd als hij meedoet met de creators. En eerlijk, het begin van Frank was ook heerlijk. Hoe voelt dat eigenlijk om te scoren? Lekker. Boas, onze geweldige stagiaire die die heerlijke beelden maakt. En dit is een heerlijke pan op de luxe van Glenn Helder, zeg. Ook nog een doelpunt. Hij legt hem af. Op, oh, een beetje ruzie met de bal, maar wel scoren. Echt spitsen. Wat een legend goal van Enzo Knol. Hij doet het weer. Let's go, baby. Come on. Let's go. Enzo Knol scoort altijd als hij meedoet bij de creators. En soms zelfs een hat-trick. Nu prikt hij deze er zo uitstekend in. Complimenten van Glenn Helder. De creators. Ja, naar de 3-3 nog voor de rust. En hier is hij weer. Knol. Enzo. Dus raak. 3-3. Hatsa. Hij maakt er gewoon 2. In de eerste helft alleen al. This is the main man. Heerlijk. Ja, de paas was inderdaad ook geweldig. 3-3 na 23 minuten. Enzo met de goede actie ontspeelt de keeper. Ja, dit is dan makkelijk. Met rechts. Wie mag hem nemen? Enzo Knol. Die gaat voor zijn hat-trick. Wie neemt zo zijn aanloop en precies in het hoekje. Let's fucking go! Let's go! Let's go! Die penalty schoot je er serieus lekker in, man.
Absoluut. Zo wordt het 5-7 door Enzo Knol. Wij zijn trots. Zijn we allemaal deze strafschop van Enzo Knol die hij echt exact in het hoekje schiet. Hier verbaasde ik me ook over eigenlijk, maar die was echt zijnetje. Ja, en anders had hij overgenomen mogen worden. Want kijk, die keeper is, die staat met beide voeten een meter voor zijn doellijn. De godfather van YouTube. Enzo. Zingen ze massaal. Hier is Jasper. En weer gaat hij die keeper voorbij. Maar is hij te ver naar buiten. En hier is dan het doelpunt van Enzo Knol. Niet. Of toch. Ja! Enzo Knol scoort. In zijn wedstrijd. In de familiewedstrijd. En dan ook nog eens de 2-2. En dan ook nog uit de draai. Met zijn linker. En of het gevierd wordt. Oh, wat een moment. Wat een doelpunt. Wat een opluchting. En dan dit, natuurlijk. Lekker man. Heerlijk. Naar zijn vak. Het kushandje. Nog een keer dat doelpunt. Hij draait. Hij kijkt. Hij schiet. En dan tussen keeper en verdediger in. Hard genoeg. De 2-2 van Enzo Knol. Noah is mee naar voren, de keeper. Hoekschop is niet goed, maar het is een fluitje van de scheidsrechter. En die wijst naar de strafschop. Stip, moeilijk woord. Natuurlijk, smerige overtreding op Roy de Coach. 100% strafschop. En wie anders dan Enzo Knol gaat hem nemen. In de linkerhoek is de tip. Ook die keeper zegt, in die hoek gaat hij. En wat doet Enzo? Hij schiet hem in die hoek en daar ligt die keeper. Het wordt niet 5-5. Het is niet de tweede van Enzo Knol in zijn wedstrijd. In de wedstrijd van voor de familie Knol. Maar die keeper veel te vroeg bewogen. Is dat gezien door de scheidsrechter? Jawel, het mag nog een keertje. En Enzo zegt dan, kom op, laat je horen. Dit moet het dan zijn. Dit is de allerlaatste seconde van de wedstrijd. En Enzo Knol neemt die strafschop zo en hij maakt hem. Het is 5-5. Er wordt gelijk afgefloten. Maar natuurlijk wordt er nog even doorgefeest. Wat een feest. Een fiesta, een party is dit. Die keeper is weer vroeg weg, maar ligt nu in de verkeerde hoek. Enzo Knol scoort 2 keer. 5-5 is het, dankzij dit doelpunt van Enzo. Wat een wedstrijd.